paper act. Paper act. Goedemiddag. Of wanneer je er kijkt, morgenavond. Ik weet het niet. Leuk dat je er kijkt naar een nieuwe video. Zoals je in de titel al hebt gezien, deze video gaat over mijn favoriete peeloefeningen. Dus ja, wat kan je verwachten van deze video? Heel simpel, ik ga jullie mijn favoriete oefeningen vertellen. Oefeningen waarmee ik deze beelden heb gekregen. Ik zal hier ergens foto's posten. En waarmee ik mijn transformatie heb kunnen maken. Ook weer ergens foto's van mijn transformatie. Natuurlijk is het veel meer dan alleen beeloefeningen, maar daar ga ik nog een video over maken. Dus abonneer op mijn kanaal als je die wil zien. Dus er komt nog een video over hoe je mooiere, vollere billen krijgt. Hoe je billen groeit. En dan zal ik ook wat meer over voeding vertellen. Volgorde en dat soort dingen. Maar voor deze video hou ik het alleen met mijn favoriete biloefeningen. En de oefeningen waarvan ik oprecht heb gemerkt dat zij mijn billen echt hebben gelift. En vergroot ook. Nou is het zo dat ik de laatste maanden heb ik zoveel geleerd. Ben ik erachter gekomen dat sommige oefeningen die ik eerst deed en oefeningen waarvan ik eerst dacht dat zij goed waren voor billen, dat die bullshit zijn. Niet voor de gluteus maximus, dus de grote bilspier. Een video voor een andere keer. Daar zal ik het even hebben over welke oefeningen ik nooit meer doe. Maar ik heb dus heel veel geleerd over de oefeningen die wel heel goed zijn en ik heb ze gelijk getest. En sommige daarvan deed ik al, sommige heb ik wat meer opgepakt en vooral veel zwaarder gaan doen. En I kid you not, ik zie nu al verschil. Ik zie in een paar maanden zie ik drastische verschil. Het is echt gek. Maar ja, ik heb de oefeningen dus opgeschreven op mijn telefoon. Met wat notities. Want je girl heeft moeite met praten zoals jullie wel weten. Dus, wat is mijn aller favoriete biloefening op leg day? Ik ga ervan uit dat de mensen die mij volgen, die weten dit sowieso al wel. Zeg het maar. Ja, precies. De Bulgarian Split Squats. En eerlijk waar, als ik één oefening voor de rest van mijn leven moest doen, dan was het die oefening. Ik haat hem, maar I love it. Ik heb op dit moment de ziekste spierpijn. Daarvan, omdat ik gisteren dus Bulgarian Split Squats heb gedaan. 22 kilo per hand trouwens, 44 kilo. Ja ja, 10 reps. Ja ja, dat heb ik niet eerder gedaan, dus ik ben heel trots. Maar goed, dat is dus mijn favoriete oefening. Daarmee voel ik gewoon, ik voel het in mijn billen, maar ik heb ook de ziekste spierpijn in mijn billen. En ik heb het gevoel dat ik echt press vanuit mijn billen. Dus dat is mijn nummer 1. Nou is natuurlijk de uitvoer van deze oefening heel belangrijk. Want sommigen staan rechtop en denken daarbij dat hun billen meer worden gepakt. Maar het is zo dat jij een beetje voorovergebogen moet zijn met je bovenlichaam. En je voet moet niet te ver naar voren staan, want dan pak je meer je liezen. Niet te ver naar achteren staan, want dan pak je meer je quads. Zolang je naar voren leunt met je bovenlichaam, zul je ongetwijfeld wel je billen pakken. Want je stretcht je gluteus maximus daarmee. Maar het is wel even uitvogelen wat werkt voor jou. Welke positie het best voor jou werkt. Maar zorg er dus wel voor dat je niet te ver van het bankje afstaat en niet rechtop blijft. Want dan zul je billen gewoon minder pakken daarmee. Nou heb ik deze video, deze oefening al super vaak gefilmd op mijn stories. En ik zal binnenkort ook een YouTube video maken waarin de vorm echt meer ga uitleggen in de sportschool. En jullie gaan vertellen wat je wel en wat je niet moet doen. Dus stay tuned. Maar ik zal hier sowieso ergens een video plaatsen of al hebben geplaatst. Waar je ziet hoe ik de split squat uitvoer. Let dus op hoe ik sta. Let op mijn benen. Let op mijn houding. Let op mijn bovenlichaam. En verder hoor ik vaak van mensen van ja, met een split squat, dat is een fijne oefening, maar ik kan niet heel zwaar liften. En daardoor kan ik niet hoger in gewicht. Nou, dat moeten we natuurlijk niet hebben. Billengroei gaat omdat je sterker wordt. Word je sterker door meer te liften, meer reps te doen en zo. Dus als jij dan denkt van ja, weet je, ik kan het gewicht niet vasthouden, dus ik ga niet sterker, dan ben je niet goed bezig. Wat je dan moet doen, is je moet straps halen en dat gewicht strappen, zodat je minder hoeft te knijpen met je handen. Meer het gewicht kan laten hangen op je polsen en meer kan focussen op echt billen. Maar goed. Oké, dan oefening 2.
Ook echt een favoriete oefening van mij is de Cast Glute Bridge. Die hebben sommige van jullie ook al gezien in mijn Instagram stories. Wat is het verschil tussen een Cast Glute Bridge en een normale hip thrust? Bij de Cast Glute Bridge doe je alleen de bovenste 20% ongeveer. Ga je niet helemaal omlaag en helemaal omhoog. Dat kan een beetje gek klinken. Sommigen zeggen, oh ja, maar dat zijn toch half reps. Nee, dat is dus niet het geval, want dat is de bedoeling van de cast bridge, is dat je echt je glutes isoleert. Als je helemaal naar beneden gaat, dan verlies je die tension op je glutes. En pak je meer je hammies en je quads erbij, dat is niet de bedoeling. We willen natuurlijk bij de hip thrust de glutes pakken, of nou, dat wil ik. Ik ga de hele tijd korte motions omlaag. En dan hou ik ook kort vast bovenin. Dus 20%, 25% omlaag, weer naar boven. Dat zo zwaar mogelijk. Ja, daarmee isoleer je dus meer je bilspieren en betrek je minder je quads en hammies. It's that simple. Probeer het eens. En dan oefening nummer 3. Is een oefening waarvan velen zeggen van ja, maar hoe dan? Hoe is die voor de glutes? Dat is toch helemaal geen fijne glute oefening. Maar squats. Nou, waarom zijn squats mijn favoriete oefening? Omdat je met de squat, je betrekt natuurlijk niet alleen je glutes, maar je betrekt je hele bovenbenen, alles erbij. Het is echt een zware compound, dus je versterkt daarmee ook je quads. En als je je quads versterkt, zul je dus geen lagging quads hebben, waardoor jij meer ook kan focussen op je glutes bij andere oefeningen, omdat je quads wat sterker zijn. If that makes sense, ik hoop van wel. Waarom ik squats echt een geweldige oefening vind, is natuurlijk omdat het een super heavy compound is. Ik geloof oprecht dat ik daarmee heel veel van mijn lichaam heb gebuild. Niet alleen mijn benen en billen, maar ook mijn core. Je kan gewoon heel zwaar gaan. Dat kan je niet met heel veel oefeningen, maar met deze oefening, de squat, kun je heel zwaar gaan. Je kunt blijven progressief overloaden. Je hebt gewoon heel veel load op je. En daarmee kun je echt sterk worden en echt goed groeien. Ja, dus ik vind het gewoon een hele chill compound. Ik geloof dat het heel veel verschil heeft gemaakt voor mij. Dus dat zal een oefening zijn die ik altijd zal blijven doen. Die met de andere compound hip thrust, dat zijn mijn twee favoriete compounds voor glutes. En dan de laatste oefening. Ik bespreek in deze video maar 4 oefeningen. En ik ga zo meteen uitleggen waarom. Maar ja, mijn laatste oefening is de reverse lunge. Nou, het is eigenlijk een beetje hetzelfde principe als de split squat. Het is een unilateral oefening, wat betekent dat je maar één been tegelijkertijd gebruikt. En daarmee ook een beetje moet balanceren. Maar daarmee wordt de oefening ook wat zwaarder. En ik vind dat echt een geweldige oefening. Net zoals de split squat. De split squat blijft mijn favoriet, maar reverse lunge vind ik ook echt geweldig. Je kan gewoon lekkere zware dumbbells. Je kan echt naar achteren en weer naar voren leunen met je bovenlichaam. Ik zal kijken of ik ergens een video heb, zodat ik die hier ergens kan plaatsen. Aan het begin was het wel even uitvolgen hoe ik die precies moet uitvoeren. Dus je moet even kijken voor jezelf hoe jij hem het beste voelt. Of je het best beter voelt als je wat meer naar achteren stapt. Of als je wat kortere afstand naar achteren stapt. Of als je bijvoorbeeld je voorste voet op een verhoging hebt. Bijvoorbeeld op een schijfje. Dat doe ik nu zelf. Of op de grond. Dus ik vind zelf op een schijfje reverse lunge nu goed werken. Alleen het is bij het naar achteren stappen is het nog moeilijk een beetje met balans. Maar we're working on that. En als je dan weer omhoog gaat, moet je weer, zoals bij de split squat, echt proberen om weer echt vanuit je glute omhoog te gaan. En niet vanuit je quad. Dus alles is natuurlijk even oefenen. Maar als je het eenmaal onder de knie hebt, dan zijn het echt top oefeningen. Nou, nu denk je waarschijnlijk, waarom heeft deze chick maar 4 biloefeningen? Is het niet veel beter om veel meer biloefeningen te doen, uit te leggen in deze video? Het antwoord daarop is, je hoeft gewoon niet zoveel af te wisselen als dat je denkt. Het is gewoon niet nodig. Kijk, bodybuilding is geen circus show. Bodybuilding is best wel een monotoon iets. Sommigen kunnen zeggen dat het saai is. Maar ja, bodybuilding is niet super spannend. Elke keer nieuwe dingen doen. Bodybuilding is echt sterker worden op de belangrijkste movement voor jou. De belangrijkste compounds, de belangrijkste oefeningen. Het is namelijk best wel basic. Het gaat erom dat jij sterker wordt op jouw key movements. Voor mij zijn het split squats, squats, hip thrust. En de reverse lunge. Zolang ik daar sterker op word, zal ik groeien. Eigenlijk gaat het alleen maar daarom. Het gaat erom dat je sterker wordt. Het gaat niet om afwisseling. Het is de grootste
bullshit, sorry dat ik het zeg, ever. Dat mensen blijven zeggen, ja, je moet blijven afwisselen. Je moet blijven afwisselen, want daarmee ga je spieren choqueren. Nee, gewoon nee. Je choqueert je spieren door zwaarder te gaan liften om meer reps te doen. Door progressive over te loaden. Als jij elke keer, elke trainingssessie een andere oefening gaat doen. Dan zul je gewoon simpelweg niet één oefening meesteren. Omdat je elke keer van oefening naar oefening springt. Terwijl het gaat om sterker worden op bepaalde oefeningen. Dus je moet bepaalde oefeningen erin houden. En dan sterker en sterker en sterker worden daarop. En dat gaat gewoon niet als jij elke keer afwisselt. Dus ja, het is simpelweg onverstandig om te blijven afwisselen. Puur en alleen om jouw spieren te choqueren. Dus ja. Haal dat maar gewoon uit je hoofd. Verder is het natuurlijk zo dat je hebt niet veel oefeningen nodig per leg day. Je kan je glutes helemaal slopen met 3 oefeningen. Zolang je intensiteit maar hoog genoeg ligt, ben je klaar na die 3 oefeningen. Gisteren bijvoorbeeld had ik een hip thrust gedaan, 3 sets. Daarna een leg press, 3 sets. Alles zo zwaar mogelijk, elke set tot failure. En dan probeer ik altijd tussen de rep range 8 en 10 te zitten. Dan heb ik wel het goede gewicht als ik dan tot falen ga. En dan bij de split squat had ik de split squat gedaan. Toen was ik al gewoon klaar. Mijn glutes waren gewoon klaar. Ze waren al gewoon gemurderd. Dat voel je wel. Dat is genoeg. Je hebt echt tot veel meer gedaan. Maar toen dacht ik, nou ja, weet je wat? Ik ga nog een oefening proberen. Omdat ik die nog nooit heb gedaan. De gyms zijn net open. Leuk. Ik heb zin om weer te proberen. Maar eigenlijk was het gewoon zo onnodig geweest. Ik had gewoon kunnen stoppen bij de 3. Hoeveel kun je uit je glutes halen? Snap je? Op een gegeven moment is het klaar. En dan kan je blijven slaan en pompen en weet ik veel wat. Maar dat heeft geen zin. Na een bepaalde aantal oefeningen zijn je glutes gewoon destroyed. Murdered. Deceased. Klaar. En dan kun je eigenlijk gewoon stoppen met je workout. Of je kunt een andere spiergroep pakken. Wat ook prima mogelijk is natuurlijk. Maar ja, soms deed ik ook wel eens 2 oefeningen. Toen was ik al helemaal klaar. Toen was ik al een uur bezig. Want tot 2 lichaam vereist heel wat tijd en moeite. Nou, ja, dat waren mijn favoriete 4 oefeningen. Nu ga ik natuurlijk nog een paar video's maken waarin ik echt uitgebreid ga vertellen hoe je billen kunt groeien. Hoe je billen bijvoorbeeld van dit naar dit krijgt. Ergens transformatiefoto's, want ik ben echt een pro edit. Ja, dus ik ga meer video's maken, meer YouTube video's voor jullie waarin ik meer uitleg, meer informatie geef over hoe je het beste jouw trainingen kunt aanpakken. En zoals jullie weten ben ik ook bezig met een workout guide van 8 weken in de sportschool met heel veel uitleg. Dus als die helemaal klaar is, dan kunnen jullie die aanschaffen. Jullie zullen in mijn stories wel zien wanneer die klaar is. Super excited voor die guide. Maar ja, er komen dus een heleboel YouTube video's aan. Maar mocht jij nog ideeën hebben voor wat je echt wil zien. Dus iets waarvan je denkt van oké, ja, dit moet Catharina echt bespreken. Hier wil ik echt meer over weten. Zij moet het echt van mij uitleggen. Dan feel free om dat te laten weten in de comments. Of mij een DM te sturen. Dan zal ik kijken wat ik kan doen. Oké, dan was dat de video. Ik hoop dat jullie er wat aan hadden. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als jullie het leuk vonden, dan thumbs up, subscribe, leave a comment behind. Volg me op Instagram en je weet wel, al die dingen. Thank you for watching.